komen om voetbal te zien. Misschien lukt dit wel. Bal mooi voor doel. Verlengd. En nu moet Gorrie toch proberen. Doet hij ook. Maar die bal net iets voorbij die linkervoet. En Wout die lag makkelijk neer om die bal de kleinste hoek. En nu vlugge tegenaanval van Antwerp. Martin in de voeten van oei. Ja, zo begint het. Hè. Ja, mooi vrijgespeeld. Bal nu in de voeten van Gorrie. Nu verwachten we toch een schot. Op de vuisten van Wautier. Schot van Gorrie. Ja. Terwijl die baard weer al helemaal van achter naar voren kan komen. Ja. Ja. En daar zit hij. Jawel. Slaperige verdediging. Ja, Broekhaart die laat zich helemaal uitspelen door nummer 24 van Antwerp. Dat is Put. Ja, en dan is er een haakfout. En ongetwijfeld, daar hoef je niet over te discussiëren. De man ligt daar nog theatraal misschien een beetje. Maar het is duidelijk een strafschop. Scheidsrechter Snoek. Achter de bal, ja. En onder dan schot het door. Doelpunt, Antwerp 0-2. Antwerp meteen met twee man vooraan, maar één man achteraan bij Oostende. Een 1-2 tussen drie oprukkende Antwerpenaars. Houden de bal binnen de ploeg. Spelen zich vrij en ja, een geschenk bijna, ja. Zo'n fancy zongevoel op nummer 27. Frankie Pelgrims van, eerst toch nog die vrije trap. Ja, goed, Antwerp die weet dat het 0-2 voor staat en die gaat dan twee jongens. Frankie Pelgrims die terug in het veld komt, of die erin komt. Doelpunt, dat is toch een strafschop. Als dat geen strafschop is, dat begrijpen we niet meer. Moest er van komen, ik weet niet wat Antwerpen zielt achteraan. Je staat 0-2. Je staat tegen een wankelende defensie bij Oostende. Wankel, een beetje oninteresseerd zelfs. Je mist een doelkans, zelfs al Geertje de Vriezen. En dan kruipt bij sommige spelers van Antwerp plots de neiging om nog wat venijnig te gaan doen. Wat achterbaks. Waarom weet ik niet. Hopelijk meer dan het eerreddend doelpunt. Dat betekent natuurlijk niks voor Gorrie. Die linker. Ja, in de rechterhoek. En dat is het mooiste moment. Ja, dan heb je dat de speler als Put vervangen wordt door... Wat kan onze omroeper, onze collega anders zeggen dan door een vraagteken? Stelt hij niet scoort? Jawel. 1 minuut na het strafschop van... daar word je zo rood van als een Van der Vist. Uitslagen in de andere partijen. Ruppelboom, Roeselaar 0-1 en UZ Maaslandgeven 0-1.
supporters van Antwerpen niet op de omheining te staan, alsjeblieft.